Hallo, ik ben Ricky de Goede en dit is Timo Stolk. We zijn vandaag in het politiebureau van Monnikendam. En bij ons is meneer... Munneke. Goedemiddag, meneer Munneke. Ricky de Goede. Hoi, Timo, alles goed? Ja. Mooi. We gaan vandaag meneer Munneke interviewen over het waterpolitie en van de geschiedenis. Hoe lang werkt u al bij de waterpolitie? Nou, bij de politie werk ik inmiddels 32 jaar. Er zitten natuurlijk een aantal mooie aspecten bij. Ik doe niet alleen zeg maar gewoon de surveillance dienst, dus met de politieauto's. Maar ik doe ook zeg maar het fietsen, dus politie op de fiets, op de bike, op de mountainbike. En het varen. Net als de opa zeg maar, van Rick ooit gedaan heeft. Dus er zit er wel een beetje vaarbloed in, Rick, hè? Toch? Ik heb hier wat kleren zien hangen. Ja. Herkent u dit misschien nog, of vroeger? Ja, dit herken ik zeker. En ik heb, Rick, gehoord dat dit van jouw opa is geweest. Ja, klopt. Dat zijn inderdaad de uniformen die de Rijkspolitie te water, tot pak een beetje in 1985-86 altijd nog hebben gedragen, deze pakken. En het is erg mooi. Het zijn erg mooie pakken. En je ziet het, is mooi goud. En je kan zien dat jouw opa schipper is geweest. Hè, aan het, hier aan een bleepje zie ik. Ja, hier zeg maar aan het ankertje. En zeg maar de galonsen zeg maar, op de mouwen. Dus dat is een heel bekend pak. Herkent u dit boek misschien? Ja hoor, dat herken ik nog wel. Je ziet dat dit zijn de Rijkspolitievaartuigen zeg maar, in de periode 1945-1982. En ik kwam in 1980 bij de politie. Dus ik heb nog een aantal van deze die schepen die heb ik nog gezien. En er zijn er ook nog een aantal hier geweest in de haven. Maar er zijn er ook een aantal bij die ken ik ook alleen maar van de plaatjes. Hoor. Net als dit boek. Maar het boek ken ik, zeker. Ja. Mooi boek. Hoeveel mensen houdt u ongeveer per jaar aan met de boot, bij de water? Met de boot op het water? Nou, het verschilt een beetje. Als wij veel op het water zitten, dan is dat automatisch meer. Maar afgelopen jaar is het eigenlijk bedroevend weinig geweest. Omdat we heel weinig zijn ingezet op het water. Omdat wij ergens anders nodig waren. Dus wij zijn elders ingezet. We hadden veel evenementen. Dan moet je ook bedenken dat de Beemster natuurlijk zoveel jaar bestond. En Permanent zoveel jaar bestond. En die hadden evenementen, met name in het weekend. En dan is het drukst om te varen. En toen ging dit helaas niet door. Want dat is voor onszelf ook altijd wel een hele mooie dienst om zeg maar, op het water te zijn. Is de boot al eens een keer stuk gegaan? Deze of die andere? Ja, nou deze nog niet. Deze, zoals je ziet, is nog vrij nieuw. Deze heeft nog niet zo gek veel beschadigingen. Maar die andere boot, die boot die jullie waarschijnlijk wel eens op de binnenwater hebben gezien. De aluminiumkraft, die is wel een paar keer kapot gegaan. En die staat nu ook nog weer bij de reparateur. Maar hoe is het nou stuk gegaan? Met een gat of een motorpech? Of? Gewoon, zeg maar, omdat de motor gewoon kapot gevaren is. Doordat ze met de staart ergens op een stuk steen inderdaad zijn geknald.